Hey, goedemorgen. Ik ben aan het wachten om opgehaald te worden voor de kookworkshop. Let's go! What's your name? Agnes. You say hi in Dutch? Hoi! Very cool. What's your name? Lea. Hola. Hi. And your name? Hi, Natalie. 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 Nice to meet you. We mogen nu kiezen wat we willen maken zometeen. Ik heb dit gekozen. Ik krijg hier tofu bij. Ik heb de tomyam soep natuurlijk. Pad Thai. Stefan gekko. Papaya salad uiteraard. En mango with sticky rice. Dit is Sammy. We gaan vandaag leren hoe je echt een pad Thai maakt. Hij is echt heel grappig. Check dit. Hij knijpt gewoon de kokos uit. Wauw. Super vet. Het soort Aziatische markt wat je altijd op foto's ziet. Heel cool. We mogen heel even vrij rondlopen. Om gewoon rond te kijken. Ik vind het altijd te gek om naar dingen te kijken waarvan ik geen idee heb wat het is. Check dit. Blauw, roze, groen, geel. En dan zie je dit en dan denk je, maar wat is het? Maar wat is het? Het is waarschijnlijk een of ander toetje of zo, maar geen idee. Wacht, ik heb even goed gekeken. Check. Het is rijst. Gekleurde rijst. En dan is dit zeg maar iets van rice cake of zo. Wacht, nog een stapje verder. Het is sticky rice met mango, maar dan met kleurtjes. Epic. Yes, ik heb jackfruit gekocht. Gewoon kant en klaar zo in een zakje. Ik heb wel eens jackfruit chips gegeten, maar nog nooit vers. En die dingen zijn altijd zo gigantisch dat ik dacht, hey, dit is een goeie om het even te proberen zonder dat ik zo'n gigantisch ding hoef te kopen. En het smaakt lekker, ik heb het al geproefd. We zijn nu bij Sammy's studio. Kookstudio. Sammy's toilet is echt een bekende attractie. Dat zie je ook heel veel bij de reviews online. Kijk, het is echt een tuintje. Oh yeah, hier gaan we naar de lunch een dutje doen. De hangmatten. Super chill. Dit is een man naar mijn hart. We zijn nu door zijn tuin aan het lopen. Dit groeit dus allemaal in zijn tuintje. Tenminste, hij verbouwt het. Gaaf. Smell it. Oh. What is it? Coffee, yeah. Wauw, een echt tulsi plantje. Ik ben huge fan van tulsi. En dit is dus citroenbasilicum. Dit moet je echt ruiken. Je wordt helemaal gek. Je wil een mojito van dit. Dit is zo lekker. Daarboven zie je de groene papaya's waar we straks de salade van gaan maken. We zijn nu de komijn aan het stampen voor de currypasta. Alle ingrediënten voor de curry. Groene curry in de making. En de eerste curry die ik kan maken met tofu. Awesome. Dude, hoe vet is dit? Zelfgemaakte groene Thaise curry. Woep woep. En aangezien ik zelf de jury ben in deze Thaise Masterchef, kan ik niet wachten om dit te proeven. Tomyamsoep in 3, 2, 1. Oké, wat hebben we hier? Dit is tangé met bieslook, tofu, limoen, een ei, alvast een beetje zacht gemaakte noedels. Dit is radijs, zure radijs en een shallotje. Het geheim voor een echt goede pad thai, tamarinde saus. Het lijkt heel makkelijk, maar je moet alles heel snel doen en in de juiste volgorde. En dan pas krijg je een goede pad thai. Lekker dan. Ik heb mijn droom op Australian Masterchef opgegeven. Het eerste ei wat ik in mijn handen had, heb ik namelijk laten vallen. Je ziet het, ik heb er een zooi van gemaakt. En ik ben de enige bij wie dit is gebeurd. En nu mogen we alles opeten. Bam. Lunch wordt niet veel beter dan dit.
Oh wow, Natalie gaat verse durian proeven. Oké, 3, 2, 1. Ready? It has like a sweetness and then it's kind of like weird. It has a lot of flavors. For me it always tastes like sweet onion. Sweet onion? Like onion candy. Yeah. Voor mij smaakt het altijd als uiensnoep. Alsof je snoep van uien zou maken ofzo. It's not as bad as people say it is, but... It is like the onion thing like you're saying. But I would not get it again. No. Maybe it's like some foods that you have to eat it like 10 times. Yeah. And then you like it. Maybe it's not that good. Yeah. Oké, jongens, ik heb durian snoep geprobeerd. Ik heb durian cake geprobeerd. Ik heb durian ijs geprobeerd. Het was allemaal smerig. Ik ga nu voor de challenge verse durian. Dit is serieus de allerbeste variant die ik tot nu toe heb geprobeerd. Seriously, this is so much better than anything else I've tried. Really? What? Wow. Do not eat the candy. Do not eat the ice cream. This is so much. It's not. Ik vind het nog steeds niet lekker, maar het is zoveel beter. Yeah. The fresh thing is so much better. Seriously. Wow. Yeah. Yeah. Het is nog steeds niet lekker, maar het is te doen. En nu doen we een dutje na het eten. Serieus? Dit is echt de beste aanrader die je me ooit hadden kunnen geven. Als de rest van de tips net zo goed is, dan hebben jullie echt mijn reis onvergetelijk gemaakt. Dit is echt heel tof. Kijk dit uitzicht. In het midden van de natuur, in een hangmat, na een vet lekker Thaise maaltijd. Life is good. We gaan nu de groene papaya salade maken. Mijn favoriet. Ongelooflijk, dit was echt 2 minuten werk. Dat ga ik thuis zo vaak maken. Zalig. Dude, kijk mijn Australian MasterChef waardige opmaak van de mango en de sticky rice. Ik kan zo meedoen, toch? Ook met de randjes niet afgeveegd en zo. Oeh, ik ga dit zo lekker eten. Dit is vet lekker. Dit is echt heel gaaf. We krijgen nog een kookboek mee in huis. Woep woep. Misschien moet ik thuis een Thaise kookworkshop organiseren of zo. Ik ben weer terug in het guesthouse. Oh, ik ben zo moe. Het was echt fantastisch. Dank jullie wel voor de tip. Dit was zo tof. Awesome. Ik ga nu heel even een tukje doen, want ik ben zo moe. Ook met, zeg maar, andere mensen zijn. Ik vind het echt heel tof. Heel gezellig. Super leuke meiden. Maar voor mij is het gewoon draining, om het zo maar te zeggen. Ik meet ze straks wel weer om 7 uur. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Maar nu gewoon even relaxen, even een tukje doen en dan gaan we straks weer op pad. Doe, dit is even een trots momentje. Ik heb om 7 uur met die meiden afgesproken en check hoe laat het is. Boom, me time. Ik ben weer met Natalie en Agnes op de Night Bazaar. Hey ladies, and we have a new girl with us. This is, can you say your name? Georgie. Georgie? Yep, Georgie. I love that name. Oh, thank you. I thought it was Julie. Georgie. Oh, I love it. Hi Georgie. Hello. We zijn op de lokale bazaar en ik heb een passievruchtenshake gehaald. En hier heb je allemaal eten. Lekker thuis eten. Als je iets van de straat eet, zorg dat het super heet is, zodat je zeker niet ziek wordt. En dan hebben we hier allemaal make-upjes. We hebben eerder ook al neppe MAC make-up gezien. Kan je hier heel veel kopen. En ook allemaal Urban Decay Naked paletten. Weet iemand of ze echt 7 van die paletten hebben? Want ik betwijfel het. Kijk, deze soort van rainbow cake. Super cool met al die witte laagjes er doorheen. En daarachter heb je mini macarons. Alsof het M&M's zijn. Dit is een jackfruit trouwens. Die is er nu aan het snijden. Die is veel groter dan een durian. En dit heb ik dus vanmiddag gegeten. Dit zit erin. Check deze tas. Vrij cool. Als die glitters er niet op zouden zitten. Dat vind ik wel echt heel tof. Je kan hier best wel shoppen voor geinige dingen. Kijk, dit broekje is maar 3 euro. Awesome.
beetje een Isabel Marant idee. Heel cool. Kijk dit schattige walvissen t-shirt. Ik voel een walvissen obsessie opkomen hoor. Ik vind ze veel te leuk. Na vandaag voel ik me echt thuis in Thailand. Ken je dat gevoel dat je gewoon, dat je weer gewoon veilig voelt? Ik durf mijn camera weer op straat gewoon te pakken. En maak me niet zo'n zorgen over waar ik ga eten en of ik ziek ga worden en dat soort dingen. Het ding waardoor ik wel elke keer word herinnerd dat ik in Thailand ben, zijn de tuk-tuks natuurlijk. Is dat een tuk-tuk? Ja, in India is het een rickshaw en hier is het een tuk-tuk volgens mij. Elke keer dan kijk ik en dan denk ik, ah, ik ben in Thailand. Zo cool. En Thailand is echt, I love it. Meteen vanaf het begin was het al. Het is zo relaxed hier. Het is echt zo relaxed en lekker eten en lieve mensen. Super chill. Dit worden wel echt een paar gewoon relaxte weken. Niet zo struggelen als in China of Zuid-Korea. Ik ben weer onderweg terug naar het guesthouse. Ik heb de meiden achtergelaten omdat zij nog wilden shoppen. Maar ik moet nog inpakken. Want morgen vliegen we naar Krabi. Heel veel zin in. Lekker aan het strand hangen. En ik heb al super goede verhalen gelezen over Ao Nang. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik daar gewoon een week blijf. En dan... Yeah. Oh wow, you're so beautiful. Can I ask you a question? Maybe personal? How old are you? Are you guess? I would say 20, but... You have gray hair. More than 45. More than 45? Dit, 45. Ik bedoel, ze ziet er toch uit als... I say you look like 20. This is amazing. We need those Thai jeans. Thai jeans and a cream. You come from French land? Netherlands. Oh, Holland. Holland, yes. You are so beautiful. I have the secret. Oh, yes you do. Wauw, zij was echt zo knap. Ik wou serieus dat ik thuis geen had. Of iets Aziatisch. Geef me iets Aziatisch. Mijn god. Oké. In ieder geval terug naar het guesthouse en morgen gaan we naar Krabi. Woep woep. Het is 1 uur, tijd om te gaan slapen. Ik ga morgen inpakken, want dat kan prima. Ik heb niet zo veel spullen bij me. Ik heb meestal 3 kwartier nodig of zo, maximaal. En dat is echt zoals bijvoorbeeld toen ik bij Niche was, dat echt mijn spullen overal liggen. Terwijl hier ben ik maar 5 dagjes geweest. Alles is toch wel relatief compact en ingepakt. Dus dat gaan we morgenochtend doen. Als jij zoiets hebt van... Oh my god, deze vlog was zo leuk. Ik wil nu meteen verder kijken. Dan kan het natuurlijk. Hier vind je meteen de vorige aflevering en de afspeellijst van alle voorgaande travel vlogs. En mocht je zoiets hebben van, yes, ik wil ook mee naar Krabi. Abonneer je dan op mijn kanaal, want dan krijg je die updates automatisch binnen. En dan gaan we samen daar naartoe. Als je al geabonneerd bent, let's do this baby. Ik zie je morgenochtend weer. Welterusten, tot morgen.